Sanne van Paassen. Toch een getekend gezichtje weer. Maar goed in orde, jammer van het WK natuurlijk als gevallen is. Dan zat er misschien nog wel een mooi podiumplekje in. Ze gooit er alles uit hier, Sanne Kant. Ja. En zij gaat voor de zege. Sanne van Paassen gaat Defty van der Brand opvolgen in Heerlen. En zij wint. Knap gedaan. Eigenlijk van kop af aan heeft ze het gepresteerd. En wat is ze kapot? Ze ziet er moe uit. Maar ze wint hier wel deze editie van de Bulls Classic. Gevolgd door de winnares van 2011, de Britse Helen Wyman. De eerste woorden van de winnares van vandaag. Ze staat bij Kim Langeslag. Sanne van Paassen wint hier heel overtuigend. Vorig jaar was ze nog tweede. Ja, je had wel iets goed te maken. Voelde dat ook zo? Nee, ze voelde het niet. Ik wilde gewoon een lekkere wedstrijd rijden. En dat heb ik gedaan. Dus zwaar rondje, maar ik ben blij dat ik hier mocht winnen. Je ging al heel vroeg weg. Voelde jij je zo sterk dat je al meteen zo weg kon gaan? Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wilde eigenlijk later pas wegrijden. Maar ja, dan als je alleen voor op kop zit, dan kan je wel beter doorrijden. Dus dat heb ik gedaan. Heb je iets meegemaakt van de strijd achter jou nog? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik heb alleen Helen nog af en toe gezien, maar verder heb ik niemand meer gezien. Nee. Was het zwaar? Heb je een zwaar parcours gehad? Ja, het is heel zwaar rondje. Het was heel erg. Het zoog heel erg. Het was niet echt modderig, maar het was wel. Toch wel het zoog. Je kon niet draaien. Dus het was lastig. Vooral stoempen. Mooie overwinning. En nu, einde seizoen voor jou? Of heb je nog wat te goed? Nee, ik mag nog twee wedstrijden rijden volgende week. Dus dan gaan we dat eerst doen en dan gaan we een mooi wegprogramma draaien. Dankjewel, Sanne van Paassen, winnares vandaag. Graag gedaan.